Ik word liever geregeerd door de eerste 100 mensen uit het telefoonboek dan door die ongelooflijke imbecielen die nu al decennia onze landen naar de verdoemenis helpen. Je moet wel zo ongelooflijk dom zijn en zo niet in touch met wat in het belang is van Nederland om de energieprijzen op deze manier te laten stijgen, om de woningnood op deze manier te laten doorgaan, om de massa-immigratie te laten doorgaan, om die verschrikkelijke Europese Unie onze pensioenen te laten verdampen via de euromunt, om die belachelijke klimaatmaatregelen door te drukken. De mensen die Nederland besturen doen het op elk gebied verschrikkelijk slecht. En de gewone mensen in Nederland hebben veel meer capaciteit om daar verstandigere alternatieven voor aan te dragen dan nu wordt gedacht in de kringen van de mensen die het allemaal zo goed denken te weten. Dus ik ben echt een ontzettend groot voorstander van referenda. We zijn toch eigenlijk een democratie. Er is nog steeds een meerderheid van de Nederlandse bevolking die voor deze coalitie heeft gestemd. Ja, maar dat is dus een heel goed argument. Je reageert op de politici. Dat mag hoor, prima. Maar is het eigenlijk ook niet aan de bevolking van Nederland zelf dat we eigenlijk met de gebakken peren zitten? Ja, maar dat is dus het grote probleem van algemene verkiezingen. En daarom zijn referenda zo goed. Want bij algemene verkiezingen gaat het over de personen. En die personen die kunnen kapot worden gemaakt door lastercampagnes in de media. En omdat de media onder controle staan van het gevestigd regime, wint het gevestigd regime eigenlijk altijd de verkiezingen. En nog los van de vraag of die verkiezingen allemaal helemaal eerlijk zijn. Terwijl als je referenda doet per onderwerp, dan kunnen mensen gewoon per kwestie zich uitspreken.